Hallo, welkom bij Vlogmasdag 20. Ik ben klaar, redelijk hard geschminkt, omdat ik een make-up tutorial heb gedaan. Ik weet niet of die al is geweest of als die na deze video komt. Ik ga nu toastbroodjes kaas maken. Het is, wat is het, 3:15 denk ik. En om 3:00 normaal gezien gaan we vertrekken naar Antwerpen. Met we bedoel ik en Céline. Maar ik weet niet of Céline dat haalt. Even afwachten, want ik moet me ook nog wel aankleden. Ik zit in mijn jogging. Ik eet eigenlijk redelijk laat mijn lunch, omdat ik deze morgen van bij Niels naar hier ben gekomen. En ik was pas rond 11:30 hier, dus toen heb ik pas ontbeten. Ik kon ook bij Niels ontbijten, maar ik had broodjes voorzien voor mij. En ik had schrik dat het slecht ging worden. Dus heb ik hier gegeten en niet daar. En daarom eet ik nu zo laat. Ready! Ik ga er 5 maken. Is dat veel? 5 boterhammen? Waarschijnlijk wel. Maar ik heb honger. Weet je een stukje kaas? Lactosevrije kaas voor Milky. Wij zijn aangekomen in Antwerpen. Oeh, dat is wel raar. Min 3, hè? Ja. We gaan nu naar de Ino Galleria, want daar hebben we een event van Benefit. Nathalie is hier ook. Hi girl. Ik ben er nog steeds. Nog ja. Oh, jullie zijn zo donker. Ah, beter. Beter. Ik heb me net laten schminken. Ja. Je ziet het wel. Nu zie ik wel een beetje. Ja, dat is beter. Oké, we gaan nog even shoppen. Hè. Céline wil een outfitje voor Noah in de H&M. Ja. Dus let's see wat ze daar hebben. Ah, ziet en daar is het. Ah, ja. Ik ben ondertussen terug thuis van het event en het was heel leuk. We zijn ook nog naar de H&M geweest. Ik denk dat ik dat had gezegd. En nu ga ik eten maken, maar eerst ga ik dit pak open doen van Logies. Ik heb een pakje aangekregen van Logies. Ik ben heel benieuwd wat erin zit. Als eerste. Sorry trouwens dat dat licht zo half is, maar dat is onder de kap. Oké, mooi. Dit blouseje, zo'n doorzichtig topje.
waar je zo'n braletje of zo onder kunt doen met gouden sterretjes. Super cute. Een rokje. Ik dacht dit misschien voor een nieuwjaar te doen, maar ik weet nog niet heel zeker. Zo'n zilver blinkend rokje. En dan had ik een t-shirtje voor erop. Dat t-shirtje niet voor een nieuwjaar, want dat zou te simpel zijn voor bij nieuwjaar. Maar zo'n blinkend rokje vind ik wel gewoon heel tof met een t-shirt erop. En er staat op Wild Babe. Dat is gewoon zo'n t-shirt en ik dacht met dat rokje combineren zou dat wel cute zijn. En dan als laatste heb ik nog een kleedje. Nou, het ziet er ook heel mooi uit. Ja, heel mooi. Dit is het kleedje. En dat is met sterretjes en zo zilver en zilverdraad erin precies. Echt super cute. Dat heb ik allemaal bij Lovies besteld. Ah, en er zit ook nog zo'n riempje bij. Kijk er al naar uit om het aan te doen. Ik ga, als mijn eten klaar is, de goodiebag ook laten zien en wat ik nog in de H&M heb gekocht. Ja, ik ga eerst mijn eten maken, want ik heb echt honger. Oké, mijn eten is bezig. Dus ik dacht, ik ga even laten zien wat er in mijn goodiebag zat. Als eerst kregen we een super toffe trui. Deze, Dear Santa, I can explain, staat er met mij in de zonne oversized, dus dat is wel fijn om in te chillen. En dan kregen we een roller liner eyeliner, ziet er zo uit. De Love Tint, dus dat is zo'n cheek en lip stain, zo wat je daarop kunt doen om het uit te vegen. De nieuwe Professional. Ik ga dat ook uitleggen over gekregen. Dat is de nieuwe, die is extra hydraterend. Dan een Gimme Brow. Zo met fiber, dat uw wenkbrauwen er dikker uitzien. De Dallas Highlighter, denk ik dat dit is. Die heb ik zelf nog nooit gebruikt. Dat ziet er zo uit. Of is dat een bronzer met glitter? Dat kan ook. En de buitenkant ziet er zo uit. En dan de Cat Brow. Dat is een cream gel met kleur. Dat is wat er in het zakje van Benefit zat. Dan heb ik bij de H&M nog een paar dingen gekocht. Waaronder deze mom jeans. Ik vond die er wel cool uitzien. En dit is de achterkant. Dat is gewoon een mom jeans, dus zo'n iets bredere jeans. But I like it. Dan heb ik deze body gekocht. Een glitterende body met zo'n beetje een open rug. En high neck. Ik dacht dat is ook wel cute voor de feestdagen. Maar ik heb zoveel kleren voor bij de feestdagen. Dus ik weet niet eens wanneer ik dat allemaal ga aandoen, maar we zullen zien. En dan heb ik nog zo'n lingerie body gekocht, een zwarte. En dan nog een zo'n BH in de, voilà, de kleur is dat, Bordeaux. Die waren maar €9,99. En nog twee onderbroekjes voor dieper erbij. En dan zat er nog een roze in. Dat is niet zo interessant, hè, mijn lingerie. Alleszins, dat is wat ik nog zelf heb gekocht en dat is wat er in de Benefit goodie bag zat. Oké, mijn eten is klaar. Ik schijn even met mijn gsm, want het is hier donker. Dit is wat ik ga eten. Jij wilt ook weer zeker? Ja? Milks? Nee? Oké. Er zit geen vleesje bij, dus je lust dat niet. Wel kikkererwten. Dus ondertussen avond, ik denk 10 uur of zo. Ik heb video's gemonteerd en dat is het. What a fun Friday night. Maar ja, ik moest nog wel veel monteren. Voor ik de video ga afsluiten, ga ik nog even de adventkalender openmaken van Bourjois. Vandaag is het dag 20. Oeh, dag 20 is Always Fabulous Long Lasting Stick Found Sealer.
Dus een foundation en een concealer in één ga ik. Ziet er zo uit. Heel benieuwd hoe zoiets werkt. Dat is nog ingepakt. Maar het is in de kleur 100. Een nummertje 100. Ivory. Als ik goed kan lezen, want het is hier best donker. Dus ik ben heel benieuwd om die te proberen. Ik ga ook al dag 21 open doen. Want morgen is het dag 21 en dan komt er mijn make-up video online. Mijn kerstmake-up video. Dus stay tuned for that. Dus daarom ga ik nu ook al dag 21 open doen. Just because I can. En dit is Satin Edition 24 uur eyeshadow. Ziet er ook leuk uit. In de kleur Drive Me Crazy. En dat is zo'n grijs metallic kleurtje. Voor op je ogen te doen. Ik ben wel benieuwd. Zoiets heb ik nog nooit gebruikt. Ik ben heel benieuwd om deze ook eens te testen. Oké, dat was alles wat er in de adventkalender zat. Ik ga de vlog hier ook afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk om te zien. Dus zeker thumbs up. Ik hoop dat jullie tot nu toe vlogmas leuk vonden. Er zijn nog maar 5 dagen. Dus dat is niet meer zoveel. Dus zeker thumbs up. Leuke comment niet vergeten. Dat vind ik altijd heel leuk om te lezen en om te beantwoorden. Muffin wil ook graag hi komen zeggen. En dan zien we jullie in de volgende vlogmas.